Er zijn bij het slijpen van veer- en staaldraad een aantal dingen waar je op moet letten. We noemen er 9. 1. Doorslijpen van staaldraad gaat mooi op dit machientje. Bij wat dikker draad slijp je een groef door de staaldraad te draaien terwijl je hem tegen het slijpschijfje drukt. Daarna breek je hem door. Let er bij het slijpen op dat je niet wrikt. Het slijpschijfje breekt namelijk snel. Gebruik deze aanslag. Het maakt het werken makkelijker. 2. Soms moet je je behelpen. Slijp dan een brede groef op de rand van de slijpsteen. Daarna afbreken. 3. Het slijpen van het kopvlak gaat zo. Al slijpend draaien. Of zo. In beide gevallen steunen. 4. Scherpe kanten afhalen doe je zo. 5. Een zoekrand heb je nodig als de staaldraad in een gat geperst moet worden. Vergroot ziet de zoekrand er zo uit. En zo maak je hem. 6. Langsruwen. Je maakt dan slijpgroeven in de lengterichting van de draad. Bij dik draad kun je de draad laten rusten op de steun. Draai het werkstuk terwijl je slijpt. Bij dun draad zet de steun zo ver van de slijpsteen af dat de draad niet klem kan raken tussen de slijpsteen en de steun. 7. Dwarsruwen. Uit de hand. De draad horizontaal. 8. Werk zoveel mogelijk met handvat. Een voorbeeld: moet aan het einde van een kort stuk draad een zoekrand komen. Slijp dan eerst de zoekrand en slijp of knip daarna het stuk af. 9. Als regel hou je met je vingers het werkstuk vast. Dat werkt prettig. Gebruik je, omdat het echt niet anders kan, toch een tang om je werkstuk vast te houden, wees dan bijzonder voorzichtig.